Geen dag is hetzelfde. Iedere dag denk je maar, wat gaat er nu weer komen? En dan denk je wel, zal er nou eens gewoon 2 weken niks gebeuren of zo? Maar het gebeurt gewoon op een of andere manier. Het gaat gewoon maar door. Grote branden, ernstige ongelukken. Al 40 jaar lang ziet Toon het allemaal door zijn lens. Op zijn 21ste begon hij met nieuwsfoto's maken, naast zijn vak als banketbakker. Nou, dan gaan we hier even kijken naar de brand in de Donkersteeg. Op 18 januari 1987, de hele Donkersteeg kroop door het oog van de naald. En hij had in de jaren 80 ook als eerste de foto's van de auto van de kroonprins die in de sloot terecht was gekomen. Je kan op internet zien de meest gelezen items. Als er 1 en 2 werk tussen zit, altijd het meest bekeken. Dus kennelijk ben ik niet de enige die ervoor interesse heb. Hoe komt dat mensen dat toch willen weten? Ja, toch. Ja, het zit gewoon in de mens. En dus heeft Toon nu een archief vol met nare gebeurtenissen. Ik kan het makkelijk wegzetten. Ik zeg altijd maar zo, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Hè? Maar dan ben ik er maar liever dan maar bij, zeg maar. Woningbrand, paddenstoelweg, Alphen aan de Rijn. Deze melding slaat hij even over, maar voorlopig heeft Toon nog geen genoeg van zijn pieper. Ik ga nog gewoon lekker vrolijk door. Dat fotootje dat kan je altijd blijven maken, ook al ben ik 70. Dus we gaan er gewoon lekker mee door.